Ellie Lust pakt de draad weer op na een heftige periode door haar vertrek bij de politie. De oud-woordvoerder stort zich op haar televisiecarrière en heeft een nieuwe klus te pakken bij de misdaadzender Investigation Discovery. Een droom die uitkomt. Ja, ontzettend leuk. Ik was zelf altijd een fervent kijker van Investigation Discovery. En als ik in de sportschool op de loopband stond en dat stond op, dan plakte ik er nog wel eens 10 minuutjes aan vast, omdat ik echt wilde zien hoe iets afliep. En ik had toen natuurlijk niet kunnen bedenken dat ze mij zouden vragen als eerste Nederlandse host. Dus dat is een cadeau. In het nieuwe programma Bizarre Zaken vergelijkt speurneus Ellie grote Amerikaanse moord- en oplichtingszaken met Nederlandse en Vlaamse zaken. Als voorbeeld, een grote Amerikaanse zaak is de Golden State Killer geweest. Dat is een man die heeft 45 vrouwen verkracht en 12 mensen vermoord. En er is jarenlang jacht gemaakt op hem. Heel Californië was in de greep van de Golden State Killer. Mensen waren echt bang. Gelukkig hebben wij in Nederland niet een soortgelijke grote zaak, maar de overlap en de vergelijking zit hem dan wel in de richting van de Utrechtse serieverkrachter, waar ook in Utrecht studenten een aantal jaren heel bang zijn geweest en niet meer alleen naar huis durfden te fietsen. Ik heb 31 jaar politieervaring. Dat maakt ook dat ik heel veel gezien heb en heel veel heb meegemaakt. Het is wel zo dat fictie, hè, dat zijn de verhalen die natuurlijk bedacht worden, die zijn vaak heftig, maar de realiteit is vaak nog heftiger.